Dames en heren, het is een beetje een speciale uitzending. U gaat dadelijk luisteren naar een reportage die is gemaakt door Peer Sneersel en mijzelf. Wat is namelijk het geval? U weet misschien nog wel dat wij een tijdje terug in de uitzending hadden. De heer Bastiaanse, pastoor, die eigenlijk werd beschuldigd van het veelvuldig misbruiken van misdienaartjes, koorknapen en dergelijke. Nou, die meneer Bastiaans is toen dus bij de kladden gepakt. We hebben toen overwogen de gerechtelijke macht om hem in de EBI in Vught op te sluiten. Dat is uiteindelijk niet gebeurd omdat het aantal slachtoffers net onder de 700 bleek te liggen. Ja, en dat was ook om de gevangenen die al in de EBI zitten te beschermen. Ja, want het monster Bastiaans is toen in de penitentiaire inrichting in Den Bosch opgesloten. Of althans, opgesloten. Dat bleek in het begin nog niet mee te vallen, want de eerbied voor het priesterschap bleek zo hoog dat hij eigenlijk in en uit kon lopen. En zelf toen heeft gezegd, maar ik ben dus veroordeeld, dus doe die deur nou op slot. Wij zijn met geheime apparatuur naar de penitentiaire inrichting geweest en hebben daar de heer Bastiaans gesproken. En naar die reportage gaan we nu luisteren. Ja, dames en heren, wij lopen hier door de immense gangen van de penitentiaire inrichting in Den Bosch. Peer en ik hebben onze spullen in een boodschappentas bij ons. En we hebben gebruik gemaakt van het bezoekrecht wat de heer Bastiaans heeft gekregen. En wij gaan proberen met de heer Bastiaans in gesprek te komen. Sorry, Toon, dit is... Je moet een beetje in de richting van de boodschappentas praten. Oké. Want anders komt het er niet goed op. Ja. Maar wel onopvallend. De antenne steekt uit de boodschappentas in mijn rechtermouw. Dus je moet niet onverhoeds de boodschappentas uit mijn hand rukken. Juist. Want dan zien ze de antenne. Maar wel als je praat, ja. Want ik zie de wijzertjes... Een beetje te weinig uitslaan als je praat in de richting van de boodschappentas praat. Doe ik. U hoort, dames en heren, wij gaan hier door enorme deuren heen. Loodzware, stalen. Dingen die voor ons worden opengedaan en daarna weer enorme sloten dicht slaan. Het is ook een beetje onwerkelijk. Dat we verder helemaal niemand zien. Er wordt door camera's worden wij in de gaten gehouden. En als automatisch schuiven voor ons de grote hekken open en achter ons vallen ze met een donderend geweld weer dicht. En dan hoor je die 7 grendels weer in hun kleuven schieten. Het is een beetje onheimisch. We komen nu in de bezoekersruimte. Je moet zich dat ongeveer voorstellen als een enorme glazen wand die opgetrokken is en waar stoeltjes aan weerszijden staan. En een soort, ja, telefoonachtige... Inge, daar gaan wij nu zitten. En we zien dat aan de andere kant van het gewapende glas... Oh, wacht even. Wat? Nou, kijk, wij moeten door de telefoonhorens praten... maar ja. Wat de andere kant zegt, komt uit dat luidsprekertje. Dus nou moet ik de boodschappentas bij dat luidsprekertje houden. Dus dat geeft mij een beetje onnatuurlijke houding, maar ik... Ik geloof dat ik me wel onopvallend hier tegen de muur kan vouwen. Met die boodschappentas en dat de antenne nog in mijn rechtermouw blijft zitten. Ik hoor aan de andere kant van het glas allemaal weer van die grote loodzware deuren open gaan. En ik heb nu een deur open en inderdaad, daar is Bastiaans die tegenover ons achter het glas plaatsneemt. Goeiedag. Goedendag, jongens. Ik ben blij dat ik eens een keer bezoek krijg. U bent toch van Sporenbergen? Van
tegenover achter het half. Ja. Bij snackbar het puddingske. Precies. Ja, ik ken uw broertjes, jonge broers, ken ik heel goed. Ah ja. Moest u misschien daar nog van mij aan de groeten doen? Of hebben ze niks? Nou, die hebben zich wat op de vlakte gehouden, meneer Bastiaans. Oh, ja. We zijn hier op bezoek om eens met u te praten over hoe het nu met u staat. Heel graag. Heel graag, daar wil ik graag iets over vertellen, want mooi is het allemaal niet natuurlijk. Kijk, wat ik gedaan heb, ja, ach, dat is, mag misschien dan niet, voor de gewone mensen, zal ik maar zeggen, maar ik heb nog niemand gezien of gesproken of gehoord die zei, meneer Pastoor, dat was niet goed wat u met mij gedaan hebt. Ik ben er vandaan gaan stotteren of ik heb het van in mijn rug gekregen of ik kan op school niet goed leren. Allemaal vonden ze het een mooie tijd toen ze misdienaar of koorzanger waren. Dus van koude drukte eigenlijk om niks. Ja, toch heeft de rechter ferme woorden aan uw adres besteed en zit u hier toch nog een aantal jaren. Ja, maar een rechter kan ook dwalen. Een zielenherder kan dwalen, maar een rechter ook. En ze hebben mij toch wel heel hard te pakken en te grazen genomen. Al zeg ik het zelf. Ja, nou moet mij toch één ding eigenlijk van het hart, dat u lijkt toch heel weinig eigenlijk spijt te hebben van het leed wat u toch menig een heeft aangedaan in de loop der jaren. Ja, maar Vroeging lijkt niet. Nee, maar zoals ik al zei, ik heb ook nog niemand op de stoep gehad die zei, meneer Pastoor, vindt u een boef? U hoort in het tuchthuis thuis. Niemand heeft mij dan gezegd, dus ik vind het zwaar overdreven. Ik geef toe, ik had het mijn handjes, laat ik zeggen, in de toog moeten houden, hè, in plaats van ergens anders. Dat geef ik wel toe. Maar om mij nou zo zwaar te straffen, nee, dat gaat mij toch. Maar dat er niemand bij u is komen klagen, is ook omdat er een politiebevel was om niet tot de confrontatie over te gaan, omdat de slachtoffers waarschijnlijk dan tot excessief geweld zouden overgaan. Nou, dat had ik dan toch nog wel eens willen zien. Ik geloof er helemaal niks van. Nee, want ik krijg toch ook wel pakketjes zo toegestuurd, hè? Met een pakje cheque of een doosje. Maar wacht u nou eens even, pastoor Bastiaans. Het is voor u toch niet te ontkennen dat er zoveel jongens in Bergijk lid zijn geworden van de vereniging slachtoffers pastoor Bastiaanse, dat die jongens een drempel hebben moeten overwinnen om zich aan te melden als lid van die vereniging, dat die verenigingsavonden bol staan van de frustratie en van de snikkende mannen, volwassen mannen die huilen en huilen en vertellen over hun moeilijkheden in het huwelijksleven nu, doordat u vroeger uw handen niet thuis kon houden. En ik zie nu helemaal bij u geen enkele spijt, geen berouw, zelfs geen wroeging over wat u die jongens hebt aangedaan. Ja. Ja, nou, u zegt het allemaal zo, dat die clubavonden zo druk bezocht zijn, dat klopt wel. Omdat het daar vrij drinken is, om maar eens iets te noemen. En vrij roken. En ja, zo kan ik natuurlijk ook een mooie avond organiseren. En ik heb nooit brieven gehad, of iets gehoord, of een telegram, of op de radio, want die luister ik elke dag. Ik bedoel, jullie zeggen dan nou allemaal maar zo, maar ja, ik heb het idee dat ik wel een beetje fout ben geweest, maar wie is er nou niet fout? Nou, wacht u nou eens even, want dit is werkelijk verschrikkelijk, de ontkenning die u nu uit ten opzichte van het leed van al die mannen, die jonge mannen die nog aan het begin, aan de bloei van hun leven stonden, die u in de seksuele knop hebt geknakt. Waardoor er in zoveel Bergijkse huwelijksbedden nu 's nachts tranen vergoten worden in plaats van sperma. Omdat ze de herinnering hebben aan een geestelijke die van vuiligheid niet meer wist. Ik kom gewoon niet meer uit woorden. En wat ik het ergste vind, dat moet mij nu eens een keer van het hart, hè, Bastiaans. Ik kan u gewoon geen pastoor meer noemen, dat ik als de kleine, ik kan geen lid worden van die vereniging. En u weet heel goed waarom. Ja. Want ik heb mij als kleine perke meermalen aan u aangeboden. Ik weet het. En u heeft mij gewoon geweigerd. Ik weet het, jongen. Omdat ik toen op het moment was gekomen, hè, ik zal de echte reden, die zal ik nou maar niet noemen, dat ik het mee op moest houden. En daar ben jij een beetje dan de dupe van geworden. Want je bent eerlijk gezegd ook niet echt groot geschapen, hè, als ik me goed herinner. Nou,
Maar ik wou nog iets anders zeggen, als dat mag, heer. Ja. U zei net de liefde... Tom, ik ga hier weg. Deze man is echt verschrikkelijk. Hoezo? Ja. Ik bedoel het toch goed? Nou, hier was ik mij niet van bewust dat Peer zich destijds aan u heeft aangeboden. Ja, natuurlijk. Nu... Ja. Ik heb hem geweigerd. Dat is toch heel goed? Hij heeft me gewoon de biechtstoel uitgeschopt. Ja. Peer, rustig, rustig. Ja, Bastiaan, zou u niet alsnog een keer Peer willen? Nee. Moet dat voorstel moet u mij niet doen. A, ben ik veroordeeld en B, hij is veel te oud ook, hè. Dat moet ik. Mag ik nog iets zeggen wat u net zei? U zei de liefde in de knop gebroken. Ja. Ik zou liever zeggen, ik heb de jongens een eindje op weg geholpen. Dat klinkt toch anders? Ja, maar ja, u ziet nu zelfs hier al... Ja. We gaan hier weg, Tom. Een indirect slachtoffer van... Ja, nou... Deze man is verschrikkelijk. Ja. Nou, Peer, die ziet het helemaal niet meer zitten. Meneer Bastiaans, nou, u zit hier nog een jaar of wat? 4,5, om precies te zijn. 4,5, ja. Veel te lang. Ik moet zeggen dat ik toch persoonlijk ook wel echt getroffen ben... door het feit dat u geen enkele tekenen van berouw of wroeging toont. Dat is toch echt schokkend. Ja, dat zegt u nou, maar ik heb wel berouw. Toch wel? Ja, maar als ik bid, dan... besef ik dat heel goed en dan dat is ook het enige wat telt, hè? Ja. Kijk, de rechter van de wereld kan mij niet vergeven, maar daarboven wel. Ja, dus, ja. Dus daar heb ik al aan geregeld dat dat in orde komt. Hmm. Daar hoeven jullie je eigen niet zo heel druk om te maken. Hé, hey, Toon, ik vind het wel genoeg geweest. Ja. Nou, meneer Bastiaans, ja, wat moet ik nou zeggen? Zullen we maar over ophouden, jongens? Ja, we laten u hier en... Echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Hou die tas nog goed vast. Toch. Ja, rustig maar, jongen. Ik ben die boodschappentas helemaal vergeten. Ja. Nou, we zullen straks wel luisteren of het er nog op staat. We gaan nu weer door de zware deuren naar buiten. Het is echt... Het is een beest. Het is verschrikkelijk. Ik voel echt een hele koude rilling over mijn rug gaan, dames en heren. Bij het verlaten van deze penitentiaire inrichting. Maar dat jij je aangeboden hebt, dat wist ik helemaal niet. Heb je het nooit over gehad? Nee, maar je houdt je bek erover, hè? Ja, ik hou mijn bek erover. Dat hoeft nou echt niemand te weten. Hij schopte me gewoon echt van zijn schoot af. Ik koop gewoon zelfs onder zijn... Onder het habijt, onder het gezuivel. Ja. Daar wou hij niks van mee. Hij stuurde me gewoon weg. Mop. Nou goed. Nou, tot zover deze reportage, dames en heren. We hebben lang geaarzeld of we hem uit zouden zenden... omdat misschien veel van de slachtoffers... dit toch moeilijk zouden kunnen verteren. Maar aan de andere kant is het onze journalistieke plicht... om dit soort dingen toch schaamteloos voor het voetlicht van de radio te werpen. Het is schokkend dat in de moederkerk dus... dit soort praktijken blijkbaar aan de orde van de dag zijn. Voor alle zieken in Bergijk, wetenschap, alle gezonden, kop op... En alle slachtoffers van de heer Bastiaans. Een hart onder de riem. Namens Peer van Eersel en Toon Sporenberg van Radio Bergijk.